In het Rotterdamse Ahoy-complex heeft het Mexicaanse zakenleven een 10-daagse beurs georganiseerd, speciaal gericht op de handel met de landen van de Europese gemeenschap. Bijzonder actueel was het aanbod van aardappelen, die in Europa momenteel schaars zijn. Mexico heeft ze voor export beschikbaar. De textielindustrie presenteerde onder andere vrij geborduurde inheemse kleding. Veel producten zijn afkomstig van de huisindustrie, daaronder schaak- en damspelen van hout en onyx. Mexico is een van de voornaamste wereldleveranciers van leren handschoenen. Pottenbakkerswerk van het Mexicaanse platteland wordt in grote hoeveelheden geëxporteerd. Vaak is het versierd met motieven die ontleend zijn aan de Inca-cultuur. Minder bekend is het dat Mexico een grote auto-industrie heeft, die naast deze Volkswagen Safari ook een elektrische auto heeft aan te bieden. Behalve dit model uit de oude doos bestaat er ook een meer eigentijdse versie. Deze beurs, waarop de Mexicaanse ondernemingen voor meer dan 20 miljoen gulden aan orders noteerden, zal volgend jaar worden herhaald. Want Mexico ziet nu profijtelijke mogelijkheden in de versterking van zijn handel met Europa.